Hallo. Hallo, goedemorgen. Iets moois. Ga je vandaag vissen? Zeker. Heb je zin in? Zeker. Goedemorgen, het is zaterdag. Morgen is het moederdag, dus we gaan vandaag alvast naar mijn moeder, zodat we morgen naar de moeder van Joris kunnen. Wij hebben vanmorgen al lekker worstbroodjes gehaald bij de bakker en we zijn al onderweg. Alleen Joris kreeg een melding dat zijn bandenspanning niet goed was, dus die moet hij even gaan controleren. Dus dat zijn we nu eventjes aan het doen hier bij de snelweg. Ik hoop dat jij ook een leuke dag hebt vandaag en we gaan eens even kijken hoe het in Wouw is. Wij gaan lekker barbecuen hier zo. Joris is vanmiddag gaan vissen. Doe je ook even vertellen hoeveel visjes je hebt gevangen? Het zijn er 10, hè? Het zijn er 10, ja. Bijna. Ik was benieuwd of andere mensen in Nederland het beroemde kwartetje ook kennen. Bij ons in Wouw is het iets waar je bij de slager kunt kopen. Het is ham en kaas en dan ontwikkeld met spek eromheen. Ik heb het ergens anders nog nooit gezien. Dus als jij het ook bij jou kent bij de slager, laat dan alsjeblieft achter in de reacties hier beneden. Ik ben heel erg benieuwd namelijk. Ik verdenk Joris ervan dat hij dutje heeft gedaan in de auto. Hij zegt van niet. Is dat je? Nee. Hey, we zijn weer thuis van mijn ouders. Daar heb ik natuurlijk vandaag niet echt veel gevlogd. Dus Joris is eventjes de hengels opruimen. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat ik hier even een weekendvlog van ga maken. Dat ik morgen ook nog maar iets ga filmen. Want anders wordt het denk ik al een heel... korte vlog. Dus ja, dan zie ik jullie morgen. Zo, goedemorgen. Volgens Joris heb ik vannacht zowat heel het bos omgezaagd. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar normaal snurk ik niet echt. Ik heb op mijn rug gelegen volgens hem. Dus, ik ben ook goed verkleurd gisteren. Echt, het staat er nog steeds gewoon helemaal in. Die zo. Dat is echt niet normaal. En wat een verschil met gisteren en vandaag het weer. Helemaal grauw, bewolkt. Ja, doen we niks aan natuurlijk. Vandaag op de planning. We gaan zo meteen wat broodjes bestellen. Die gaan wij dan afhalen. En die nemen we dan mee naar mijn schoonouders. En dan gaan we die lekker opeten. En voor de rest van de dag hebben we nog niks op de planning uit. Dus we zien wel wat komen gaat. Nu eerst even een bakje koffie om te beginnen. Zeg je ook even goedemorgen. Goedemorgen. Zo, Joris die gaat ondertussen even de broodjes bestellen. Dus dan kan ik me alvast even klaar gaan maken. Maar ja, wat gaan we aan doen? Het is niet zo mooi weer net als gisteren, dus twijfel of ik korte mouwen aan of niet. Het is iemand leuk jurkje aantrekken. Twijfel. Anders gewoon een jasje misschien. Wij zijn even in Hilvarenbeek de broodjes ophalen. Joris even naar binnen. We hebben de bestelling gedaan om ze even op te halen bij Vrijdag 16. En gaan zo meteen door naar mijn schoonouders om ze daar op te eten. Wij zijn weer onderweg naar huis. Joris is nog even in zijn oude slaapkamer gaan kijken. En vond daar nog 2 spelletjes voor de Game Boy Color van vroeger. Nou dacht ik dat ze ook op de Nintendo DS gespeeld konden worden. Dus gaan we even proberen. Want Super Mario lijkt me nog wel leuk om nu te spelen. Maar het is helaas gaan regenen. Dus het is niet dat we nog echt zo'n rondje kunnen gaan lopen. Maar we moeten nog Lego Masters afkijken. Dus ik ben benieuwd. Want het is de aflevering dat ze de bruggen moesten gaan bouwen. En die moesten ook hun gewicht houden. Dus ik ben benieuwd. We zijn inmiddels een paar uur verder. We hebben Brick Masters afgekeken. 160 kilo was het, hè? 140 of 160? 140 of 160 kilo kon op brug. Wel meer, maar de gewichten waren op. Oh ja, de gewichten waren op. Echt bizar wat die mensen kunnen bouwen. Echt zo raar. We zijn nu ook in het laatste seizoen van Vis à Vis bezig. Ik vind het echt een beetje een rare serie worden, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar ja, we gaan nu wel zo ver dat ik hem ook af wil kijken eigenlijk. We gaan even wat eten maken. Ik heb wel zin in frietjes, dus... Kijken of we dat nog hebben. Volgens mij had ik een nieuwe besteld. Ja, oh ja. En frikandel had ik besteld. Nice. Mocht je dit aan het kijken zijn terwijl je aan het eten bent, smakelijk eten. Dat gaan we nu ook doen. Frietjes met wat snacks. En wij gaan kijken of de jacht op de Mocro Maffia wat is. Ik ben benieuwd. Er zijn volgens mij meerdere afleveringen, nu al 3. Dus, laat me weten als je deze trouwens al hebt gezien. Met John van de Heuvel. In de reacties hier beneden. Dan vind ik het wel leuk om samen dingen te kijken. Na het kijken van 2 afleveringen van... de jacht op de Mocro Maffia hebben we nog even Boe zoekt Vrouw gekeken en Dragons zijn gekeken. Ik vind het een beetje tegenval dit seizoen van Boe zoekt Vrouw helaas. Ik weet het niet. Maar ik ben wel blij dat Jan en Nienke bij elkaar zijn. Dat vind ik wel heel erg leuk. Vond ik een leuk stel. En ik vind het heel jammer voor boer Geert-Jan dat hij uiteindelijk nu niemand heeft. Maar ja, ook een beetje zijn eigen schuld als we deze aflevering zo kijken. Dus het is nu 10:30, dus we gaan lekker naar bed. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En misschien een beetje raar omdat die verdeeld is over 2 dagen, maar dan nog. Dus als dat zo is, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven en je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. En ik hoop je snel weer te zien in een nieuwe video. Doei!